Als klein kind ging ik met mijn ouders heel vaak naar het land van ooit. En waar heel veel andere kinderen zich vooral verheugden op de ridders, was ik helemaal weg van de paarden. Fedet is al bijna 11 jaar bij mij. Ik heb hem zelf opgeleid. Als ik hem 's morgens aankijk, weet ik binnen 1 oogopslag hoe dat hij er vandaag voor staat. Paardensport noemen ze individuele sport, maar dat is natuurlijk ontzettende onzin, want je doet het met z'n tweeën. De band tussen de ruiter en zijn paard is ongelooflijk belangrijk voor hun prestatie. En het werk. Ik was al geboren met een afwijking in de gewrichten van mijn benen, waardoor ik te voet al niet zo heel goed vooruit kwam. In 2001 ben ik gevallen met een paard, ook onder dat paard terechtgekomen. En sinds die tijd zijn de functie en de kracht in mijn linkerbeen verder afgenomen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het paardrijden dat zit in mijn bloed. Een aantal operaties volgden en die gingen ook niet allemaal even goed. De operatie die ik in 2010 had, die was best wel heftig. Die had een best wel pittige nasleep, vooral op mentaal gebied eigenlijk. Terwijl ik op bed lag, hoorde ik door het slaapkamerraam Fedet hinniken. En dat gaf mij wel heel veel kracht om door te gaan, want ik wilde wel weer dat bed uit en naar mijn paard toe. En op een zeker moment eigenlijk toch ook wel weer in het zadel zien te klimmen. Met je ultieme doel voor ogen kun je de hele wereld aan. Ik stelde mezelf de Paralympische Spelen van Londen als doel. En dan zie je dat het heel hard kan gaan. Dat je weer heel snel kunt revalideren. Fijn. Goed. We hebben Londen gehaald. Ik ben daar 4e geworden. Ik ben daar ontzettend trots op. Na Londen heb ik mijn zinnen gezet op een medaille in Rio. En om dat te bereiken heb ik mijn programma anders ingedeeld. Waarbij ik werk aan mijn eigen kracht, souplesse en stabiliteit. En dat doen we onder andere met boksen. Dat is zeker goed voor je rompstabiliteit. Je hebt er ook een goede focus voor nodig. Maar het is daarnaast ook super gaaf om te doen. Gewoon lekker ergens tegenaan rammen. Dat leverde in 2013 al meteen de Europese titel op. En in 2014 de wereldtitel. En ja, er is nu eigenlijk nog 1 titel die ontbreekt. En dan heb ik nu ook nog het geluk dat ik een 2e paard op stal heb, Demantur. Demi noemen we hem thuis. Die is nog jong en heeft nog weinig ervaring, maar ontzettend veel talent. En op deze manier kan ik met 2 paarden richting Rio werken. En dadelijk op het laatste moment kijken wie dat de juiste vorm heeft om dadelijk in Rio te gaan schitteren. In Rio bestaat de finale straks uit de Kuur op muziek. En daar gaan we helemaal voor. En niet alleen door heel hard te trainen, maar ook doordat we een super gave nieuwe kuur hebben gemaakt. Met muziek van Armin van Buuren. En dat heeft zo'n gave sound gekregen, dat geeft echt vleugels. Het heeft een hoge moeilijkheidsgraad. En daarbij is de muziek zo perfect passend, dat het precies ondersteunt wat we allemaal aan het doen zijn. En als het goed is, gaat dat straks leiden tot goud.